Overtreders van de COVID-19-maatregelen moeten snappen dat de politie niet aan één stuk door gedoogbeleid gaat blijven voeren. Politieinspecteur Milton Kensmil, de trekker van operatie Veilig Suriname, zegt in gesprek met onze redactie dat ondanks er aan de bel wordt getrokken door de justitiële autoriteiten, er vaak genoeg nog illegale feesten worden gehouden. Ook wij worden beknot. Die COVID-situatie dwingt ook die politieambtenaar om niet te gaan naar die feesten. Begrijpt u? Dus de mensen die een bepaalde richting opgaan, moeten er rekening mee houden dat wanneer die politieambtenaar in de rechtmatige uitoefening zijn bediening is, en die politieman op een gegeven moment over zal moeten gaan tot aanhouden, indien u zich verzet als overtreder, moet u er rekening mee houden dat die politieambtenaar bij wet bevoegd is die handelingen te plegen om die aanhouding door te kunnen laten gaan. Kensmil zegt verder dat het heel lastig is als mensen zich verzetten tegen de bij presidentieel besluit vastgestelde COVID-19-regels. Het is de politie volgens de functionaris zelf opgevallen dat showorganisatoren de boete van 10.000 SRD die ze wordt opgelegd doorberekenen in de kosten voor het evenement. Als het moet zullen ook de artiesten die de feestjes in stand houden worden gedwongen om op andere gedachten te komen, meent Kensmil. Bezoekers van deze feesten, als ook de, ja, hoe hard het ook is, de muzikanten die het feest in stand helpen houden, moeten er niet van uitgaan dat ze net zo lang vrij uit zullen gaan. Er gaat een moment aanbreken waarbij de politie zal zeggen, hey, het gedoogbeleid hier op dit stuk, we gaan ermee stoppen, we gaan nu sancties, we gaan nu boetes opleggen, ook aan die personen. Dus die organisator die het feest in elkaar heeft gezet, dat is één. Ja, daarop staat het volgens mij een boete van 10.000 SRD. Maar degene die het feest in stand helpt houden, die mensen, tot op dit moment heeft de politie een gedoogbeleid gevoerd. Maar we kunnen niet door blijven gaan, toch? Kensmil zegt dat het COVID-19-virus blijft bestaan en mensen moeten snappen dat het presidentieel besluit een feit is. Het aantal politieverklaringen voor overtreders bij illegale activiteiten is naar zeggen van de inspecteur in de duizenden. Het aantal staat per vandaag op 9.625 sinds december.